Ik sta hier voor kasteel Belvedere, waar prinses Delphine voor het eerst is uitgenodigd door koning Albert en koningin Paula. En die hebben aan mij gevraagd om daar een foto van te maken. Ah, maar het is wel een redelijk intiem moment. Dus misschien is het beter als jullie even buiten wachten. Bonjour. Bonjour. C'est pas ici. Bonjour, monseigneur, mesdames. Ik ben Ella, aangenaam. Bonjour, Ella. Dank u dat ik die foto mag komen nemen. Hè. Oh, bien sûr, bien sûr. We zullen ons even zetten voor de foto, hè? Ja, ja, oké. Zo hier, ja. Voilà. Want dat staat er al op, ze. Het is heel mooi. Ja. Zeg, en hoe valt het mee? Is het leuk om elkaar te ontmoeten? Ah, ja, zeker, natuurlijk. Het is heel tof om Delphine een beetje beter te leren kennen. Hè. Dat is leuk dat ze ook zo een keer kan aanwezig zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van de bastaardkinderen. Hè. Bastaardkinderen? Ja. Zijn er nog meer? Ah, ja, natuurlijk. De rest zit hier allemaal naast te repeteren. Wacht, kinderen, kom eens goeiedag zeggen tegen Ella. Hoi, Ella. Hallo. Maar wat fijn, meneer de koning. Zo schatjes allemaal. Zijn dat allemaal bastaardkinderen van u? Nee, dat zeker. Als jullie een keer hier zijn. Dat zijn er tientallen. Allee, wat zie ik? Waarschijnlijk 100. Ja, ik zit ik niet stil, Ella. Tegen u kan ik dat wel zeggen, hè, want u bent tenslotte het bastaardkind van Paul Michiels. Hè. Maar enfin, en dat kindje lijkt als 2 druppels water op koningin Beatrix van Nederland. Ja, inderdaad. Ik had wel 2 druppels jenever nodig om dat te doen lukken, hoor. En Peter Polidon? Zijn jij ook een kind van de koning? En ben die van Wanten, jij ook? Ja, inderdaad. Die laatste had ik wel beter aan Laurent verteld, hoor. Excuseer, pardon. Is dat een centaur? Ah ja, 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 ik heb een keer een wilde zomer doorgebracht in de koninklijke stallen, hè, in Oostende. Oh, dat was fameus, hoor. Koningin Paula, u kunt dit toch allemaal niet leuk vinden? Ja, ik zit hier gewoon voor pietsnotten. Oh, en dat allemaal omdat ik wat te kwistig was met mijn pietsnot. Maar zeg, Ella, heb je trouwens geen kinderwens? Zeg, Albert, alstublieft, laat dat meisje met rust. Nee, nee, dat bedoel ik niet, Paula. Wie is er ik? Ella, als jij een kinderwens hebt, pak dat maar eentje mee. Ik heb er toch meer dan genoeg, dat kunt je wel zien. Hè. Oh, hier, nee, hier, hier, nee, alstublieft, nee, pak deze maar mee. Nee, dank je. Tuut, Ellake, ik sta erop. En pak je ook nog maar wat koekjes mee, want niemand gaat dat toch opeten. Oh, jullie hadden allemaal een liedje voorbereid, lieve kindjes. Maar laat maar een keer horen. Oh, prachtig zeg. Oh, Ellake, tot de volgende keer, hè. Oh, zie. Salut, tot de volgende keer. Wat moet je met die kleine doen?